Hoi, ik ben Janneke van happystamping.nl en in deze video vind je hoe ik deze kaart heb gemaakt. Deze kaart heb ik gemaakt met de Butterfly Brilliant stempel set en ik heb geheat embossed. Hoe ik de kaart heb gemaakt en hoe ik de heat embossing heb gedaan vind je in deze video. Je hebt nodig voor deze kaart de Butterfly Brilliant stempel set en de stansen die erbij horen, de Brilliant Wings, vind je in de jaarcatalogus. Peaceful Moments, die heb ik gebruikt voor de Happy Birthday. En de Layering Circles Dies heb ik gebruikt. En de basiskaart is gemaakt van Basic White Thick Cardstock. Gewone kaartstok en Magenta Madness kaartstok heb ik gebruikt. Ook de inkt en Versamark inkt en de stamparettes heb ik gebruikt. Ik ga eerst de basiskaart maken van de dikke Basic White. En die maak ik 12 centimeter bij 24 of 12 bij 12, dus je kan rillen of snijden op 12 bij 24, maar ik ril een A4 op 12 centimeter. Ik snijd een A4 en dan ril ik hem op 12 centimeter. Dan vouw ik het om. En dan snij ik het weer op 12 centimeter. En heb je dit over eventueel voor een tekst of een andere. Dit gooi ik weg. Daarna snij ik een stuk Magenta Madness. En die is 10 bij 10 centimeter. En een stuk Basic White dunne. En die snij ik op 9,6. Bij 9,6. Het stukje wat je hebt gesneden van 9,6 bij 9,6, daarop ga je stempelen. En ik heb de stamparettes even gebruikt. Eigenlijk wil je wel wat vlinders erop, of een helemaal erop. Oh, deze kan er onderweg, want het is van foam. Ik doe hem zo. Dan doe ik met Versamark inkt de stempel in smeren. Ik denk deze ook wel even. Zo. Dan stempel ik op de Basic White. Ik druk hem goed aan, zodat er overal Versamark inkt komt. En dan pak ik wit embossingpoeder. En daarmee ga ik dan over de gestempelde gedeeltes.
En dan ga ik dit even verhitten met de heat tool. Ik pak even mijn pincet, want anders wordt het wel een beetje heet aan de vingers, denk ik. Zo. En dan heb je een heel mooi relief in je kaart. Deze leg je even aan de kant. De kant mag even een beetje afkoelen, want die is best wel heet. Daarna ga ik de stempel, de tekst stempelen. En ik ga hem uitstansen met de Happy Birthday. Of met de Layering Circle Dies. En om de grootte te bepalen van de cirkel, leg ik hem even op de dies. Zo kan je zien waar je welke je moet hebben. Ik gebruik deze. Dat is de derde maat als je ze allemaal op elkaar zou leggen. Is het die? Nee, deze is het. Hier stans ik mee met de Magenta Madness. En deze stans ik Basic White met de tekst. En ik gebruik Memento inkt voor de tekst. Dan springt hij er lekker uit. En dat kan je doen op dat strookje Basic White Tik wat je over hebt. En dan ga ik hem uitstansen. Daarvoor gebruik ik de mini cut en emboss machine van Stamping Up. Ik doe de tekst wat naar onder, omdat hij hier vlinder komt. Dan stans ik een stuk Magenta Madness. Knip er even een stuk af. Thuis te breed om er doorheen te gaan. En deze passen perfect op elkaar. Als je van een groter randje houdt, dan moet je dus één maat groter nemen als je dat leuk vindt. Ik heb allemaal poeder op mijn werkblad. Ja. Je pakt een stukje vellum en een stansje van de vlinder. Welke je wilt gebruiken. Je hebt heel veel verschillende. Deze stans past dus precies op de stempel. En je hebt twee kleine vlindertjes. Die ga ik gebruiken voor mijn kaartje. En
Je kan natuurlijk ook een grotere gebruiken. Die vlinderstandje uit. Uit de vellum. Vind je het leuk om wat kleur nog erop te brengen, dan kan je ook de vlinders nog uitstansen uit Magenta Madness. Ik ga ze ook even uitstansen. Op de kaart die heb ik ze niet gebruikt, maar dan kan je het verschil zien tussen met kaartstok achter het vellum en zonder kaartstok achter het vellum. Zo heb je hem dan met vellum of met kaartstok en zonder kaartstok. Dus zou je hem hierop plakken, dan heb je dit met vellum en met kaartstok. Maar het is maar net wat jij het mooie vindt. Ik gebruik het dus zonder kaartstok. Deze twee vlinders ga ik een beetje buigen. En dan doe ik vast wat Tombow lijm op. Dan kan dit even drogen. Als het droog is, dan droogt het transparant op. Sorry. Hier breng ik nog wat kleur aan. En dat doe ik met de blending brush en Magenta Madness inkt. Even kijken hoe ik de vlinders wil. Zo. En dan komt die eroverheen. Dus dan komt die kleur komt onder de tekst vandaan. En dan kan je hem plakken. Oh, het leek even of dat ik hem te groot had gesneden. Maar dat is niet zo. En dat was wel een actie voor mij trouwens. Even goed aandrukken, want door het heat embossen is het een beetje bobbelig geworden. Zo. Daarna strik ik er een stuk bekerstwijn omheen.
Zo. Ik knip het nog niet af, want ik weet nog niet precies hoe groot ik mijn strik wil. En je ziet nu dat het heel erg los zit. Maar dat geeft niks. Ik pak even de plakband. En dan trek ik het aan de achterkant. En dan plak ik dat vast. Aan de achterkant van de Magenta Madness plak ik dimensionals. En die plak ik dan op de basis. Even een scherpe vouw maken met de boomfolder. Wil beter als met mijn nagel. En dan plak ik hem in het midden. De Magenta Madness cirkel plak ik ook op met dimensionals. Aan de boven en aan de onderkant doe ik een dimensional. Daartussen komt dan het draad. En daarop plak ik de tekst. Knip even een touwtje bij. Oh nee, af. Rine zal zeggen, het touwtje afknippen, Janneke. Je kan niet bijknippen. Waar heb ik mijn pincet gelaten? Oh, hier. Want die heb ik even nodig voor de vlinders plakken. Zoals je ziet is het lijm helemaal transparant opgedroogd. Dus je ziet de lijm ook niet meer. Nou, hij wil niet zo goed vandaag. De vlinder wil wegvliegen, denk ik. Het is ook zo lekker weer. En ik heb de kaart versierd met Iridescent Rhinestone. En die hebben ook een beetje een roze gloedje. Dus het past perfect bij deze kaart. En dat was hem alweer. Heb je vragen of wil je iets anders weten? Dan kan je me altijd een e-mail sturen op stampingjanneke@gmail.com. Of kijk op mijn website www.happystamping.nl. Ik zou het heel leuk vinden als je je ging abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat kan je hieronder doen. Dan klik je op het logo en dan op abonneren. En dan krijg je automatisch een bericht in jouw e-mailbox als ik een kaart heb geplaatst. Ik wens je een superleuke dag
En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Hoi.